Goedemorgen lieve kinderen, wat leuk dat jullie weer kijken naar een nieuw filmpje. Vandaag gaan we iets maken voor de vogeltjes. Want de vogeltjes, die vinden het buiten ook wel een beetje koud. En als het gaat sneeuwen misschien nog, of de grond is bevroren, dan kunnen ze een beetje moeilijk wormpjes vinden in de grond. Dus, wat gaan wij vandaag maken? Ik ga het jullie laten zien. Wat we allemaal nodig hebben zijn een appel, een schaar, touw, een schroevendraaier of een appelboor en zonnebloempitjes. Met deze appel en de zonnebloempitjes gaan we een appelhanger maken voor in de tuin. Hoe gaan we dat doen? Je pakt een schroevendraaier of een appelboor als je die hebt. En daarmee maak je een gat helemaal door de appel heen, waar dan weer het touwtje doorheen past. Zodat we hem kunnen ophangen. Want vogeltjes die eten graag lekker hoog en droog. En dan kunnen we hem bijvoorbeeld aan de schommel hangen of aan de regenpijp. Of nou, zeg het maar, vind maar een mooi plekje of in de boom natuurlijk. Doe maar met me mee. Ik heb gauw mijn jas aangetrokken en ik heb hem eventjes gepakt. En we gaan nu buiten een mooi plekje zoeken om de vogeltjes te verwennen. Gaan jullie mee?